Hallo dames en heren. Hey, daar ben ik weer. Welkom bij een nieuwe aflevering van No Limits 2. En in dit deel gaan we dus 3 achtbanen bestrijden. En jullie gaan in de comments uitmaken welke achtbaan er naar de, ja niet echt volgende ronde, maar gewoon wint van deze 3. En de eerste die we gaan doen is de Go Shark. En we zitten gelijk in de achtbaan. Ik zie dat het toch een beetje lekt. Dus dat betekent dat we echt te maken hebben met een heel leuk gethematiseerde achtbaantje. En het is ook een hangbakkie waar ik in zit. Het is echt een bakkie, een hangbakkie, hè. Leuk. Dus ik verwacht niet dat er een looping in zit of iets. Iets bijzonders. Maar we gaan eens kijken wat hij ervan gemaakt heeft. Oh, dat ziet er heel compact uit. Deze heb ik zeker al gedaan. Deze hebben we zeker al een keer in een No Limits gedaan. Excuus mensen. Als jullie deze achtbaan nog kennen, hebben jullie een goed geheugen. Deze is sowieso een keer in mijn video's geweest. Zo, excuus dat als die 2 keer komt. Maar ja, op zich maakt het niet zo heel erg uit. Ik vond het wel een van de mooiste achtbanen die ik had gedaan van die 3. Dus het is misschien spannend dat die andere 2 het gaan overtreffen. Of deze wint misschien nog een keer. Maar zeker leuk, als je deze nog niet kan herinneren of niet hebt gezien, is het helemaal goed. Dat is ook leuk natuurlijk. Nou, en ik vond het mooie, ik vond de baankleur apart. Het hele blauwe felle. Het was natuurlijk een beetje lichtblauw, in plaats van donkerblauw. En het is gewoon een heel leuk type attractie ook. En heel compact ook. Het zit helemaal bij elkaar, moet je kijken. We hebben het echt bij elkaar gedaan. Maar als je in de attractie zit, valt het best wel mee hoe dicht je op elkaar zit. Omdat het eigenlijk komt het haast niet voor dat je andere banenonderdelen ziet. Ja, nu wel een stukje. We gaan over het water. Vlak over het water hoor, is dit. Gaaf effect. Ik denk dat het water zelf nog kan opspatten of zo. Ja, dit is een schitterende achtbaan. Ik vind hem prachtig gedaan. Super leuk vormgegeven. En wat een herrie. Het waait ook keihard. Hier zo. De bomen gaan zelfs helemaal heen en weer. Ik vind het prachtig. De volgende achtbaan die we gaan doen is de VK1390871653285. Persoonlijk had ik een andere naam gegeven aan deze achtbaan. Maar ik ben heel erg benieuwd. Want het ziet er heel apart uit als ik het zo zie. In het begin ziet er heel apart uit. Vormgeving ziet er al prachtig uit. Leuk. Een beetje kaal nog. Maar hier en daar een boompje. Dus wel over nagedacht. En wat een aparte achtbaan ook. Hele leuke karretjes. En ik zie nog niet echt veel van de baan. Dus dat is nog een verrassing. En ik vind, de vormgeving is sowieso heel leuk gedaan. Dat vergeet heel veel mensen soms. En ja, ik vind dat toch, dat hoort toch bij je achtbaan een beetje. Toch een beetje het uitzicht. Omdat je natuurlijk, ja, je gaat natuurlijk omhoog. En we gaan ook echt heel langzaam omhoog, weet je wel. Ja, echt een man met een wandelstok zou nog sneller die trappen oplopen. Dan dat ik hier in het karretje zit. Maar dat maakt het spannend, hè. Hoe langer het duurt, hoe spannender het wordt. En we zijn bijna boven. We moeten nog eventjes op de vingers bijten. Hoe hoog zitten we eigenlijk? Oh, we zitten redelijk hoog. Dit kan best wel een snelle achtbaan worden. Ik zag sowieso aan het type achtbaan dat het sowieso wel bedoeld is om snel te gaan. En ik ben heel benieuwd, want nu zien we namelijk de layout. En daar is de hele layout, jongens. En meisjes natuurlijk. Oh jee, we gaan langzaam. Dit is heel apart dat het zo... Wow! Flits! Oh, een trappetje random. Ik snap niet waarom dat trappetje daar random stond. Oké. Onder een berg door. En het is ook een groene achtbaan. Daar kiezen ze heel vaak voor, hè? Ja. Ze kiezen heel vaak voor een groene achtbaan, weet je wel? Bij zulke achtbaansoort types. Heel raar. Zeker geen lelijke kleur, hoor. Dat is het gewoon, hoor. Absoluut. Ja, dit is zeker een vette achtbaan. Kijk eens jongens. Wow, dit is gaaf. Dat ronde stuk. Nou, remmen merken we nog niet heel veel van. Ja, op het einde een beetje. We gaan weer de berg onderdoor voor de 2e keer. Dezelfde berg. Nou, nu hebben we natuurlijk wat hobbeltjes. Door het water. Oh, dit is gaaf. Ja. Leuke scherpe bochtjes hou ik ook al van. Dit is een lastige keuze. Ik bedoel, de eerste was een hangende. En deze ging ook niet echt over de kop. Allebei de achtbanen gingen niet over de kop. Gaaf. Ik ben heel benieuwd naar de laatste achtbaan. Dit zag er zeker gaaf uit. En ik kijk even naar de karretjes. Dit waren de karretjes. Heel apart. Je zit zeg maar 2 in het midden. En die andere zit een beetje erbuiten. Over een platform. Dat maakt het ook wel heel apart hoor. Ja. Zit hier trouwens binnenin wat? Hé, hier binnenin zit zelfs nog een baandelen. Kijk hoe vet. En onder de map. We kunnen onder de map zelfs kijken. Kijk eens hoe mooi. Nee, maar goed, we gaan naar de laatste achtbaan in deze aflevering. Alweer de laatste achtbaan, het gaat snel. En die hebben gekozen, dat is de Crash. Dat leek me een hele spannende achtbaan. Hij geeft nou al foutmeldingen, het gaat al gelijk goed. Huppakee, klik ze gewoon weg en in de hoop dat hij opstart.
Oké, in de laatste achtbaan is een zwarte achtbaan helemaal zwart gemaakt. En ik hoor zelfs muziek. Stationmuziek of zo. Wauw. Oké. Dit is heel gaaf. Dit is heel apart. Het is voor het eerst dat ik dit hoor. Met muziek en zo geprogrammeerd erin. Wauw. En het is een beetje Chinees thema, heb ik het gevoel. Er staan boompjes bij. Dit is echt heel gaaf, jongens. Ik ben echt heerlijk, vind ik dit. Sowieso, attractiemuziek is sowieso altijd spannend. Oh! Oh, god, jongens. Op de muziek is er zelfs helemaal gedaan. Wow. Oh, dit is zo gaaf. Sorry, ik ben helemaal... Woe. Oh, heerlijk. Ja, dit is schitterend, jongens. Wat een layout. Prachtig dit. Schitterende achtbaan. Ik hou hiervan. Jullie raden het zeker al... Jongens, jongens, jongens. Dit is schitterend gedaan. En kijk of de muziek stopt als we in het station zijn. Ik weet niet hoe ze dat gaan doen. Oh, dat moet stoppen. Nou, de muziek gaat door. En schitterend gedaan. Wat, jongens, de layout is prachtig. Het is een schitterende, compacte achtbaan. Leuk gethematiseerd. En ja, dit is sowieso de grote winnaar van deze drie achtbanen. Laat weten in de comments wat je ervan vond. Vergeet niet een like te geven en vergeet niet te abonneren. In het midden van het scherm is helemaal gratis. Dus het kan gewoon wanneer jij wil. En tot de volgende video in No Limits 2. En vergeet niet in de comments te zetten welke achtbaan jij het leukst vond. Doei doei!